Richelo Facunda, jullie ja. winnen de derby bij FC Lissen ja. in een wedstrijd vol goals. De eerste komt van jouw voet, onbedoeld. Ja. Was dit misschien wel de mooiste die je ooit hebt gemaakt? Ja, ja weet je, het is... Uh, ik heb wel vorig jaar, twee jaar geleden nog wel, uh, veel mooier gemaakt, dat zegt Spakenburg. Maar wat ik wel kan zeggen is dat ik echt alleen maar mooie goals maak. En ja, dit in mijn eigen goal, dat was niet echt de bedoeling. Ik had het liever wel in een andere goal van Lisse, uh, had ik hem gemaakt, maar ja, weet je... Ja, het is gebeurd. We hebben met 2-4 gewonnen, dus uh, ja... Weet je, dat geeft gewoon een goed gevoel. En ja, na die goal weet je, dan moet je, want het was al heel vroeg in de wedstrijd was het al gekomen, om daarmee te blijven zitten, dat is ook niet goed. Dus ik heb gelijk de knopje omgedraaid en uh, ja, je ziet gelijk dat ik gelijk wel bij de 1-1, dat is wel gewoon een assist die ik heb gegeven. Dus dat geeft ook gelijk een goed gevoel. En uh, gelukkig hebben we het gewoon gelijk doorgepakt naar de 1-1 naar de hebben we gelijk uh, 2-1 gemaakt. En uh, ja, we hebben gelijk in de rust ook tegen elkaar gezegd van, uh, dat we gewoon eigenlijk de lijn moeten vasthouden en niet uh, moeten gaan verzaken. Want we hebben wel heel vaak dat we op een voorsprong gelijk. Uh, ja. Gelijk op een gelijkspel of gelijk weer achter, achter de fight aangelopen. Maar gelukkig was, vandaag, uh, was dat niet het geval. We hebben we gelukkig uh, ja, de 3-1 gemaakt. En uh, ja. Dan zeg ik wat ik net zeg. Is dat. Er valt helaas het nog de 3-2. Dus dan uh, wordt het nog uh, spannend. En dan zag je ook aan iedereen gewoon dat. Uh, niet dat we gelijk in paniek raakten zo. Maar dat het wel gewoon gelijk. Uh, ja veel energie gaat kosten gewoon om uh, ja, misschien weer de 2-4 gaan te maken. Maar gelukkig kreeg uh, ik heb gelukkig een goede bal van Glenn, diep gespeeld en uh, ja, ik gaf de bal voor en Mo kwam uh, goed voor de goal. Dus twee assists, dat is jouw dag gemaakt? Twee assists en een goal. <laughs> nou nee, ja, twee assists, op zich, uh, ja, wat ik zeg, na de goal, heb ik de knop opgedraaid En uh, ja, twee assists, ja, dat op zich geeft uh, een goed gevoel, maar het belangrijkste is dat we de drie punten meenemen naar het dus uh, ja, dat is uh, wel lekker. Toch nog terug naar dat bizarre moment in de zesde of zevende minuut. Wat dacht je, wat deed je? Ja, weet je, ik, ik zag de lange bal komen en, uh, en normaal weet ik wel dat ik gewoon altijd voor mijn man kom. Maar ik dacht gewoon van, uh, ik spul ik de, ik ik de bal gewoon even naar Ruben toe. Ik schoot hem, uh, ja, te hard naar Ruben toe en uh, ja, ik schrok zelf ook, uh, die bal ging omhoog. En uh, ja, ik kwam erin. In de kruising. In de kruising. Ja, wat ik zeg, ik maak alleen maar mooie goals, maar helaas, in ieder geval, vandaag in mijn eigen goal. Wat zeiden je ploeggenoten net in de kleedkamer? Ja, ze maakten allemaal gewoon grapjes naar mij toe. Gewoon. Maar ja, weet je, dat kan gebeuren. En uh, wat, uh, waar ik gewoon blij mee ben dat we vandaag de drie punten hebben meegenomen, daar de ik uit. Want, want uiteindelijk, jullie hebben nog zwaar onder druk gestaan in de slotfase. Kom je dan nog goed weg voor je gevoel? Zeker, zeker, zeker. Wat ik zeg, we hebben heel vaak dat we gewoon de, de voorsprong gewoon weggeven. En ja, weet je, dan maken zij de, want dan heb je nog kans op een mogelijkheid om een 4-1 ja, te maken. Maar die valt er niet en dan maken zij de 3-2. Dan heb je wel een gevoel van, ja, gaat het weer gebeuren. Maar gelukkig uh, is dat niet gebeurd en dan maken wij gewoon weer de 4-2. Dus dat is, na de 4-2 was gelijk een oplucht naar iedereen toe. Het is zelfs wel even lekker. En dan zeggen we, het maakt niet uit hoe, als je maar wint. Als je maar wint. Of het nou een mooie spouw is of lelijk, dan maakt me echt niks uit hè? Als we nou maar winnen gewoon. En gelukkig, ja, was het. Uh, hebben we gewonnen. Het was jouw dag? Het was mijn dag, ja. Na de goal, ja. Dat, was wel op zich. Ja, dat zegt iedereen dat is ook. dat ik op zich al na de goal al. Gewoon een goed wedstrijd heb gespeeld. Dus uh, ja, we moeten de lijn doortrekken naar volgende week. Dus we hebben nu zeven punten. En de andere ploeg zit er op 12 en 13. We hebben wel een wedstrijd meer gespeeld. Maar winnen we volgende week, dan uh, sluit je wel gewoon aan. Dus uh, ja, de drie punten, geven geeft gewoon een goed gevoel naar uh, volgende week toe.